Oké. Nou, naast mij zit hier JDD. Welkom. Yes. Leuk thanks, dat je er bent. Ja, jij maakt Urban en je bent volgens mij nog best wel nieuw hier in de Groninger popscene. Hoe ben je hier zo terechtgekomen? Ik woon hier nog niet zo heel erg lang. Ik woon hier nu een jaartje of 4, 5. Mm-hmm. Ik ben 4 jaar geleden begonnen aan de Academie voor Popcultuur. Dus daar heb ik eerst gewoon gecheckt van oké, wat wil ik gaan doen, wat wil ik gaan maken. Mm-hmm. En toen ben ik uiteindelijk met mijn eerste single gekomen, ja. One in a Million. En eigenlijk de kant van hip-hop urban opgegaan. Heel tof, ja. En JDD, het lijkt wel een beetje op Cardi B. Is dat ook een inspiratiebron voor je? Cardi B niet per se. Ze is natuurlijk wel gewoon echt major. Ze is wel mm-hmm. echt gewoon een queen. En wat ze doet vind ik heel vet. Maar het is niet dat ik daar echt mijn inspiratie uit put. Of dat ik daar zeg maar van dacht, dat is... De associatie. Ja, de associatie. Nee. Mm-hmm. Daarin kijk ik wel naar... Het is niet dat ik geen commerciële shit check. Of mm-hmm. Ik vind Doja bijvoorbeeld super dope. Een Saweetie vind ik ook heel erg hard. Daar kijk ik eerder naar dan naar bijvoorbeeld een Cardi B. Ik luister het ook wel, maar ik luister meer naar... Natty Peluso, ik weet niet of je dat kent. Nee, dat I Am DDB, dat vind ik ook heel erg dope. Wel veel Engelstalig, mm-hmm. ook veel vrouwen waar ik naar luister. Ja. Maar niet per se. Nou ja, dat kan toch ook, ja. Yeah. Maar jij zit ook bij Urban House hier in Groningen. Yes. Dat is een organisatie die zich inzet voor inderdaad cultuureducatie, mm-hmm. Talentontwikkeling van de urban arts. Hoe ben jij daar zo terechtgekomen? Twee vrienden van mij die hadden op New Attraction hadden ze een optreden. En dat is wel heel grappig. Dat is wel een soort van connect met Cardi B. Okay. Ik ging naar New School Rules. Dat is een heel tof event mm-hmm. in Rotterdam. En daar heb ik samen met mijn producers destijds heb ik een track voor Atlantic. Daar heb ik aan Atlantic heb ik aan Sean Barron de track gepitcht. Voor Cardi B, als het ware. Ja. Zeg maar was dan de opdracht van, maak voor Cardi B een song. Mm-hmm. En die song, die hebben we toen tijdens New Attraction een deel daarvan opgetreden. En mm-hmm. Daar hadden ze mij dus voor gevraagd of ik dat wou gaan doen met hun. En zo ben ik eigenlijk bij Urban House Groningen terechtgekomen. Is een balletje gaan rollen. Ja, super tof. Ja. En je bent daar dus nu ook in een ontwikkelingstraject, volgens mij. Yes. En ik las al iets over een onderzoek wat je daar doet. Kan je daar misschien ook wat meer over vertellen? Yes, ik heb een honoratie gekregen voor het FCP, Fonds voor Cultuurparticipatie, mm-hmm. Urban Arts Talent Traject. En het is niet dat ik heel analytisch een onderzoek doe of zo. Het is meer dat ik gewoon kijk van, wat zie ik binnen de hip-hop scene in Nederland, mm-hmm. ook in Amerika. En hoe verhoud ik mezelf daartoe en wat wil ik uitstralen naar buiten en wat is mijn verhaal, wat wil ik vertellen. Ja. Dus in die zin meer onderzoek naar hoe je als vrouw in de hip-hop scene staat en wat je verhaal is en wat je te melden hebt. Dat. Ja, en wat is dan jouw verhaal? Ja, mijn verhaal is eigenlijk gewoon be yourself. Just gewoon, mm-hmm. all your shit, go do it. Laat je niet tegenhouden dat mensen zeggen je bent dit, je bent dat. Wees gewoon open. Ik vind wel dat er gewoon in... Sowieso niet alleen de hip-hop scene hoor, maar dat er wel gewoon in dat mannen soms meer soort van zichzelf kunnen expressen dan vrouwen. Mm-hmm. Dus en daar heb ik gewoon zoiets van weet je, als je iets zegt, zeg het gewoon. Be honest, be true. Ja. En dat eigenlijk gewoon real talk. Dat is het, ja. Be real, ja, nice. En die combinatie van Nederlandstalig, Engelstalig, dat is ook echt, dat doe je vaker in je muziek. Ja. Is dat een bewuste keuze? Of? Ja en nee. Ik kan mezelf gewoon niet zo heel goed alleen in het Nederlands expressen, zeg maar. Ja. Als ik gewoon praat, dan vind ik het soms makkelijker om Engelse woorden te mixen, om beter over te brengen hoe ik me voel of wat ik... Ja, wat ik vind of wat ik denk. Mm-hmm. Ik denk dat sowieso wel veel mensen van mijn leeftijd... die zijn gewoon opgegroeid met veel Amerikaanse tv. Mm-hmm. TMF, MTV, weet je, keken we gewoon vroeger non-stop. En ik denk dat het daar een beetje zijn oorsprong vandaan heeft. Dus het komt gewoon hier op en het... Als ik gewoon met jou praat, dan is het ook wel gewoon... zeg maar gewoon een mengelmoes van alles. Dus dat doe ik in mijn muziek ook gewoon, mm-hmm. Maar het komt er wel weer goed uit. Dat is nice om te zien. Ja, nou ga ik ook al.
ja, nu tijdens corona heb je natuurlijk misschien minder te doen. Of valt dat mee bij jou in de urban scene? Als in live optreden zeker. Ja. Dat mis ik wel echt. Dat ik echt denk van, oh, maar bijvoorbeeld als je dan kijkt naar een Gunsonic die ons dan een podium geeft om dan iets zeg maar op te nemen. Er zijn super veel kansen voor en ik heb heel veel livestreams mogen doen. En daarom, ja, ik voel me ook gewoon blessed dat ik gewoon niet alleen maar thuis hoef te zitten zoals een heleboel andere mensen wel. Ja. Dus in die zin, daarnaast ook gewoon veel studiotijd, ligt gewoon heel veel klaar waarvan ik denk van, I want to share it with everybody. Nice. En, ja, dus het is niet dat ik echt denk van, oh, ik ga balen, ik ga stilstaan. Ik ga gewoon door en ja. Oké, dus er is nog genoeg beweging eigenlijk. Ja, zeker. Ja, er komt heel veel leuks aan. Ja. Oké. Kun je daar al iets over vertellen? Mogen ja, we al wat weten? Zeker. Ja, ik heb een nieuwe single. Ik weet niet wanneer het wordt uitgezonden, maar hij is in ieder geval vrijdag staat hij online. Ja, hij heet Quarantine. Het is gewoon super salty, een soort van track, spicy, dat je denkt van, oké. She's just saying what she wants. En ja, ik ben heel benieuwd wat iedereen ervan vindt. Dus en, dat is het eerste wat jullie kunnen checken. Oké, super tof. Maar wat was precies de aanleiding ook van dit nummer? Ja, het nummer gaat eigenlijk over sowieso dat je je als vrouw gewoon open kan uiten over je seksualiteit. Het nummer heet Quarantine. Het gaat eigenlijk over dat je gewoon in lockdown zit. En je kan zeg maar niet uit. Je hebt geen date. Je hebt geen flings. There are no boyfriends. Weet je wel. Die zoon is gewoon no-go. Ja. En dat je daar gewoon dan aan terugdenkt van, hé, weet je, die tijd dat we gewoon lekker uit konden gaan en gewoon onbezonnen konden leven, daar is je eigenlijk uit voortgekomen. Ja. En toen besefte ik me eigenlijk van, hé, er zijn gewoon weinig Nederlandse chicks die dat zeg, ik zeg niet dat ze er niet zijn hoor, want er zijn echt wel chicks die zeg maar daar open in zijn. Ik vind bijvoorbeeld Lionstorm, die ik vorig jaar ook tijdens ACNS heb gecheckt, heel dope daarin. En ja, dat is eigenlijk waar de song een beetje over gaat. Gewoon be open in your sexuality as a woman. Dat is eigenlijk, ja, nice. Ja, nou, we gaan hem zeker checken. Ik ben heel erg benieuwd. Ja. In ieder geval heel erg bedankt voor je komst. Yes. En veel succes. Bedankt. Thanks. Fijn af. Oké.